Heel lekker. Check-up van mijn behandelde spataderbeen. Zo grappig, ik heb bol. Nieuwe bij Starbucks. Ga je nu al meteen beginnen? Ja, tuurlijk. Oh, ik ga beginnen. Daar moet ik weer in. Ik zit weer daar. Ik ben echt op zoek naar Max hier. Nou, echt twee super aankopen. Even lekker op het terrasje. Bij. Hier. En ik heb natuurlijk de go-box gehaald. Kijk, dit liqueurtje had ik dus gekocht. Het is echt... Nou ja, ik heb het volgens mij dus geproefd bij de B&B, denk ik. En dat was heel lekker. Ik ga hem even proeven. De fles was trouwens €12,50. Heel erg lekker. Echt lekkerder dan Carante Tres. Die mensen zeiden dat al. Het is namelijk echt puur vanille. Super lekker. Ook echt niet nodig om hem te mixen. Mocht je daar een keer zijn, ze hadden ook een koffie. Maar deze is echt heel lekker, zeg. Heerlijk. Ik ga hem zeker nog een keer kopen. Wow, het is echt zo lang geleden dat ik weer een keer heb gekookt. In mijn eentje kook ik echt nooit meer. En wij zijn inderdaad het ook best wel lui. Terwijl haalt dat juist heel gezond eet eigenlijk. Maar we gaan curry eten. Gewoon die groene currymatras van de Appie. En we doen het dus niet met kip, maar met vega kip. En we hadden twee soorten gekocht. En ik ben echt blij dat Haat ook wil. Want zelfs met kip heb ik nu echt wel veel moeite. Dus ik hoop gewoon dat ik steeds meer naar plantaardig ga. Deze is zelfs vegan. Dat zijn die van de vegetarische slager. Maar ik vind het zo jammer dat vega vlees zo duur is. Want daardoor gaan zoveel mensen niet over de streep. Deze. Die had 25% korting en deze ook. Ik dacht, ik probeer ze gewoon allebei. Ik vond er eentje te weinig voor zo'n grote curry. En die ziet er dus zo uit. Ik ben benieuwd. Lekker. Lekker met twee pakjes kokosmelk. Echt lekker romige curry. En die nepkip ziet er hartstikke lekker uit. Ik denk in zo'n gerecht dat je het echt niet, je merkt het wel, maar dat je het echt niet heel erg mist hoor, die kip. Je gebruikt hier zoveel smaken in. Kijk, als je een los stukje vlees eet, snap ik het, maar nou, ik ben benieuwd. Oké, dit is het. Ik ga nu de test doen. Twee soorten, even kijken. Dit is die gekruid was volgens mij. Nee, is die ander volgens mij. Ja, het smaakt naar niks. En het is een rare structuur en het is een beetje zoetig. Dus ik vind het niet op kip lijken, maar het geeft wel een bite. Ik weet niet welke dit is. Nou, het is zeker geen kip. Oh, die ander is steviger. Maar die van de vegetarische slager, die ongemarineerde, is minder zoet en heeft een stevigere structuur. Dus die is beter, denk ik. Heb ik het idee. Ja, die is beter. Die andere is te... is nepper. Maar ik vind het in dit gerecht echt wel prima. Ik mis er niet per se kip. Dit ga ik vaker doen, maar ik ben heel benieuwd wat Haat vindt. Ik zal het zo even vertellen. Hij zegt structuur, snap ik. En de smaak, het is gewoon curry. Zo zegt hij. Maar wat vind je? Vind je het een goede vervanging? Mis je nu kip? Volgens mij vind je het beter dan verwacht als ik je hoofd zo zie. Wat ik vind, deze curry is wel zoet. Dus het valt niet echt op dat die tofu wat zoeter is. Of zo, ja. Hij zegt, het is goed gedaan, maar ik heb liever echte kip. Maar waarom heb je dan liever echte kip? Hij weet niet waarom hij liever echte kip heeft. Lekker gembershotje. En nu ga ik met mijn duo... de jaarbestelling voor volgend jaar doen. En allemaal materialen bestellen voor een nieuwe reken- en taalspellingkast. Zo, we begonnen om 2:50. En het is nu 4:50. En we hebben niet geplast, niet gekletst, niet koffie gedronken, helemaal niks. Wat een werk, niet normaal. We hebben het echt heel goed besteld voor volgend jaar. Dus dat is fijn. Kijk, of je nou zelf nog een keer dat jaar hebt volgend jaar. Of het voor andere collega's is, je moet het toch goed achterlaten. Nou, top. Hola. Ik ging nog even naar de supermarkt en nog even naar de Ethos. En ik heb bij de Ethos weer deze hairgummies gekocht. Ik weet nog steeds niet of ze werken. Maar ik koop ze steeds als ze 1% gratis zijn. En het gaat wel beter met mijn haar. En slecht is het sowieso niet. En dan de stoelganggummies. En ik heb geen idee. Weet je, ik slik de allerbeste dingen met veel hogere doses. En het werkt allemaal niet. Maar zo'n gummy neem ik wel heel erg... constant, zeg maar, omdat het gewoon lekker is. Daardoor vergeet ik het niet. Want als je iets lekker vindt, vergeet je het minder snel. Dus
Dus ik dacht, ik probeer het gewoon. Het is best wel duur hoor, die potten. Het kost gewoon 18 euro. Nu dan tweede gratis, maar het is hartstikke duur. Wat ik me dus echt afvraag, zijn er mensen die Luco Vitaal kopen als het niet in de aanbieding is? Want het is zo vaak in de aanbieding. Volgens mij zijn dat soort merken zo vaak in de aanbieding omdat ze heel erg overpriced zijn. Of dat soort merken zijn zo erg overpriced omdat ze heel erg vaak in de aanbieding zijn. Het ruikt vet lekker. Hoe kan dit iets doen voor je stoelgang? Oké. Hoe kan dit? Dat kan toch nooit werken? Deze weer. Voor binnenkort. En bij Essence zag ik deze en ik vond hem er echt super luxe uitzien. Ik weet niet wat die kostte, maar Essence is nooit zo duur. 88% zag een plumping effect. Maar hij is dichtgeplakt met plakband, dus volgens mij is hij al een keer getest. Maar de verpakking ziet er zo geweldig uit, dat doen ze echt goed. Gewoon net een soort van benefit, toch? Super. Translucent Pearly Finish. Dat is meer van Catrice, maar... Hier was ik ook wel benieuwd naar. Er lag er nog eentje. Lijkt me trouwens vet leuk als je als baan hebt om verpakkingen te ontwerpen. Dat is gewoon een baan, hè? Oh, nou het is dus een shimmer gloss. Daar hou ik meestal niet zo heel erg van, maar ik ben wel gewoon nieuwsgierig. Plakkerig. Vegan. Mint. Ik vind dat nooit zo mooi van het witte gaan. Maar het voelt wel lekker. Grappige doos ziet er super mooi uit. En de lipgloss ziet er dan wel er gewoon echt zo typisch cheapy uit. Vind ik. Nou, ben benieuwd. Mascara van Catrice met volgens mij siliconenborstel en waterproof. En hij was nieuw en ik hou van waterproof en siliconen. Dus ik dacht ik ga die ook gewoon even een keer proberen. En dan echt heel duur. Maar ik heb nog nooit iets van Olaas of Olay. Nieuwe heet het tegenwoordig gekocht. Ik zie altijd ook zijn hazes met allemaal spon daarvan. Ze wisten dat ze echt... In de commercial zelf zit. Maar het kost dus 20 euro. Nee. 40 euro voor een potje crème. Bizar. Niet normaal. Vind ik echt niet normaal. En ik weet niet of het werkt. En ik heb me er helemaal niet in verdiept. Ja, 10 minuten in de winkel. Maar ik zoek een lichte crème die niet mij zo laat glimmen. Want ik glim zo erg door crème en make-up. Terwijl als ik niks op mijn gezicht smeer, dan glim ik niet. Dus het heeft iets te maken met wat ik op mijn gezicht smeer. Ook mijn crème. Dus ik dacht, ik koop gewoon deze twee allebei. Schijnen allebei hetzelfde effect te hebben dat je gewoon er niet zo van gaat glimmen, dat het niet zo vet is. Dus het heeft allebei SPF 30, dat is ook goed in verband met mijn pigmentvlek. Ik vind 30 wel veel, maar goed. Ik word nu ook ouder, dus het is gewoon belangrijk. Allebei whip. En dan is de 1 een actief hydraterende crème met 7 in de 1 benefits en een weightless feel. Voelt zo licht aan als lucht, dat is deze. En die lichte matte dagcreme, Hydrate Firm Renew. Ja, ik ben gewoon super benieuwd, maar het is duur. Als het niet werkt, is het echt zonde. En ik heb zo vaak crèmes gehad die niet werken. En ik geef ze dan wel altijd weg, maar het kost je zoveel geld, hè. Echt zonde. Maar zo'n dure crème koop je meestal bijvoorbeeld bij de Douglas. En dat je dan eerst eventjes een testertje hebt of zo. Maar dit zat helemaal dicht. Ik heb er niet naar kunnen kijken, maar ik dacht ik doe het gewoon. En ik vind dat echt zo voor oudere mensen dit. Maar goed, ik word ook ouder. Ik ben bijna 30. Ik ga natuurlijk helemaal mis als ik dit doe. Ik moet echt mijn nagels doen dit weekend. Whipped. Woehoe. Dat is wel satisfying. Ja. Luxe hoor. Oh, hij voelt heel lekker. Hij voelt inderdaad matterend, maar... Ik koop nooit matterende crèmes, want ik dan altijd vind dat het zo'n laagje op je huid legt, waardoor je later juist weer wel gaat glimmen. Maar goed, dit voelt inderdaad een beetje zo poederzacht. Ik ben heel nieuwsgierig. Ik denk dat ik eigenlijk gewoon eerst even deze moet gaan testen. Een weekje of zo en dan die ander. Oké, dat was het. En de gloss voelt lekker minty, maar volgens mij is het niet heel bijzonder. En deze mooie ketting voor de mensen die houden van... Wat meer betalen voor echt iets moois. Dit is met echte parels en echt goud. En die staat op mijn website. En ik vind hem geweldig mooi. En ik hoop zo dat mijn kijkers ook wat luxere producten gaan waarderen. Want ik weet dat de meeste van mijn kijkers juist houden van alle budget dingen. Hola, ik ben net uit mijn werk.
En nu ga ik naar Amersfoort, naar de Keulenkliniek voor mijn check-up van mijn behandelde spataderbeen. En ik ben wat aan het testen voor on the go ondertussen. En nu ga ik. Ik ben benieuwd, want ik heb dus in de voorjaarsvakantie het laten doen. En ik heb nog steeds last van mijn been. Als ik erin knijp, zachtjes, dan voelt het echt helemaal beurs. Dus ik ben benieuwd met de echo. En daarna ga ik gezellig naar mijn ouders. Ga ik sushi meenemen. Dan ga ik daar even eten. Ik wil ook even die bloedtest doen. Die MDB bloedtest. En dan ga ik weer naar huis. Oké, nou, het was helemaal goed. Ik heb dus nog steeds bijna met de hele binnenkant van mijn bovenbeen dat hij nog helemaal beurs voelt. Maar hij zag ook dat de ader er nog steeds zat. Dus dat heeft gewoon tijd nodig. Het kan een jaar duren. En als het nou een jaar later, dus volgend jaar zomer, voorjaarsvakantie, nog steeds zo is, dan moet ik een nieuwe afspraak maken. Maar het is gewoon, als ik het aanraak, doet het wel pijn. Alsof het beurs is. Verder was het goed. Dus, en dat cosmetische heb ik dus niet laten doen. Maar dat heeft zich ook vanzelf een beetje opgelost. Want dat geborrel is bijna weg. Dus dat is ook fijn. Dus dat was het. En nu ga ik sushi halen. Het zou bezorgd worden. Maar dat is niet goed doorgekomen. Dus nu ga ik het maar even ophalen. Dus dan moet ik wel weer 17 minuten rijden. Dat is sneller dan dat ik nu ga wachten. Sushi. Zo lekker. Nu naar mijn ouders. Blij maken met sushi. Ze gaan er zoveel zin in hebben. Ze hebben er al zoveel zin in. Leuk. Hoe lang is het rijden? 22 minuten. En dan lekker op mama. Ik ga eventjes... Ik had dus laatst kort verteld dat ik een samenwerking heb met Yvonne van Haastrecht. Een orthomoleculair arts. Zij benaderde mij echt heel lang geleden inmiddels al. En ik heb zo'n vragenlijst moeten invullen. En toen kreeg ik deze test opgestuurd. En hiermee kan je echt... Nou ja, ik zal het nog even later beter vertellen. Ik ga nu puur even het prikken doen. Maar niet normaal veel dingen ontdekken over jezelf. En ik heb hier de instructies. Zorg dat de handen en vingers goed opgewarmd zijn voordat je prikt. Onder een warme kraan of een kopje thee helpt je bij. Maar ik heb het echt al heel warm. Maar ik kan het nog wel even doen. Aan te raden met iemand samen te doen die je kan helpen met het opvangen van het bloed of het knijpen in de vinger. Oh ja, ik doe het wel zo. Ik moet eerst nog even lezen. Nou, we gaan het even openmaken. Eerst durfde ik het dus niet zelf te doen. Maar ik heb ook steeds geen tijd om naar haar toe te gaan. En toen deed ik laatst een antistoffentest. Met ook zo'n prikje. Toen dacht ik, oh, het is helemaal niet eng. Dus dacht bij mij ging ze zo naar voren vrij. Ja, maar het doet geen zin. Je voelt niet eens wat. Maar zelf doen is toch eng. Dus, maar dit is echt... Nou ja, als het goed is gaat dit eindelijk iets vertellen aan mij over wat er mis met mij is. Want ik ben echt niet helemaal... Ik heb zoveel klachten. Safety bag. Spannend vind ik het wel. Ik had het met haar doen, maar het komt er steeds niet van. Wow, het is echt heel officieel. Moet je dit niet echt heel steriel allemaal doen ofzo? Twee dingen. Best wel eng hoor. Je moet het wel goed doen in ieder geval. Dit. Twee keer. Ik denk voor als het misgaat. En een, hoe heet het, petriglas of zo, toch? Dat vroeger op school. Een microscoop. Ik weet dat een petri of zo. Prik met het paarse slash wit pennetje in je vinger. Ik denk dat je er gewoon voor twee keer hebt. Dus hiermee moet je een prikje maken. Om dit te doen, nog niks doen hoor man, moet je eerst het bovenste staafje van de prikpen afdraaien. Best moeilijk. Zodat de bovenkant van de prikpen plat is. Dit moet je natuurlijk ook super steriel houden. Ik vind het wel een beetje spannend. We hebben hier beef truffle. Voor ons niet te doen, hond. Happy fry, vega, rainbow en vega. Lekker. Ja, maar we waren toen echt, het was zo geweldig gekend, het was heel laat. Dit was de enige die nog bezorgde. Oeh. En we dachten, ik doe al een uur over bestellen, dan weet ik het niet. Zijn jij zo mee? Ja. Ga naar Bolly kijken. Zou ze me dit keer wel een teken van contact geven? Heb je die waterbloem van Albert Heijn? Ja, één euro minder. Ja. Kijk! Erop. Weet je nog de Verlof. Camera? Kijk eens even. Hi, butterfluff. Oké, ik heb de deur open. Moet ik de deur op slot doen? Doe je nu al geen pootje meer, Bolly? Oké, ik doe de deur op slot. Waarom? Doe het op het haakje. Moet ik in die tand aan de tafel? Ja, dat val je naar achter of je Bolly weg. Natuurlijk niet. Hi Bol. Waarom ben je zo dik? Is het koud? Hi. Hi. Bol. Je kent me echt wel hoor. Je weet echt wel wie ik ben. Ben je al baby's aan het maken? Bolly, weet je nog deze? Bolly, weet je nog dit?
Fluff. Je kent me echt wel. Hi, mooie baby. Hi. Je kent me wel, schatje. I love you. Jij bent mijn butterfluff. Nu lijkt je meer op jezelf dan vorige keer, liefje. Je kent me wel, toch? Je kent me wel, hè, baby? Ben je in de war nu, schatje? Ja, hè? Oh, snap je het niet, Bol? Oh, schrikken jullie van de camera? Jullie kennen dat natuurlijk niet. Oh, schatje. Ja, dat is omdat jullie gingen knuffelen. Maar dan schrikken ze van, Bol. Mama heeft dus kikkervisjes. Maar eentje is al een kikker qua vorm. Waar is die? Zit en die nog... zit onder die steen. Maar deze is ook groot, hoor, die hier is. Over zes weken kan je ze wel in de vijver doen, nee toch? Ja. En weet je dat normaal van kikkerdril, van al die bolletjes aan elkaar, wat wel 50 dingetjes is, er 2 gemiddeld maar kikker kunnen worden, want de rest wordt allemaal opgevoed. Nee. Ja, door de één, door deze. Eerst eten, die vindt het drillen lekker, die vindt de kleine visjes lekker, die vindt het lekker als het een mini-streepje is. Want dit is al aan de gang, nou, 3 weken meivakantie. Heel vet. Nog een week, 2, een week of 7. Maar weet je hoe leuk het is als je kinderen hebt om dit thuis te hebben? Ja, even gewoon. Fascinerend. Super. Ja, want weet je, vissen, die veranderen niet, maar dit zie je gewoon groot worden. Het hele proces. Heel vet. Ik vind het echt heel leuk. Niet normaal. Daarom heb ik dus ook een, ja, toch wel een mooi aquarium gekocht. Is er nog nooit één dood gegaan? Nee, geen één. En ik heb er dus 1/3 met vissen. 1/3 met de kinderen. Kikkervisjes. Eigenlijk is het zo bijzonder, inderdaad, kikkervisjes, want dat zijn gewoon visjes. 1/3 heb ik met de kinderen vrijgelaten. Wow. 1/3. Mama heeft dit dus omdat ze dus kleuterjuf is. Oh, de batterij is leeg. 1/3. Ik heb best wel een pittige dag achter de rug. Ik ben heel erg moe, ik heb heel veel trek. En ik ga geen eten bestellen, ik ben naar de supermarkt geweest. Maar ik ben echt waar, jongens. Ik ben zo klaar met vlees, merk ik. Ik zag een haringtent, ik denk, ja, 1 keer per maand een haring. Kan nog wel, gezond, lekker. Nee, terug uit de winkel zag ik hem nog steeds staan. Ik denk, nee, echt niet, ik wil het niet. Kip door de wok, ik wil dat niet. Ik ben er helemaal klaar mee, daar ben ik zo blij mee. Maar het is wel heel raar, want ik wilde het al heel lang. Maar het lukte me eigenlijk nooit. En ineens is die knop om. Dus ik heb weer vegavlees gekocht. Ik had ook nog dit gekocht. Maar dat wil ik misschien dit weekend eten. Bij H, Vega Giros, lijkt me wel lekker. Ik heb 2 pakjes, dat is 1% gratis bij de Appie. Maar lekker meteen kopen. Dat is echt mijn tip aan mezelf. Ga meteen koken. Anders doe ik het niet meer. En dan eindig ik in bestellen. En dat is zo zonde. Dat is wel echt super veel. Maar ze hebben ook alleen maar grote zakken bij de Lidl. Ik had natuurlijk ook wel de helft terug kunnen leggen. Maar ik ben dit weekend niet thuis. En ik had ook allemaal losse groenten kunnen kopen. En niet alles kunnen gebruiken. Maar eet ik het gewoon morgen als lunch. Lekker. Deze bak ik even los. Ik ben benieuwd. En ik heb deze noedels van de toko. Voor dunne udon. Lekker. Zo. Lekker. Heerlijk. Zo, het is alweer vrijdagmiddag. Ik heb even lekker mijn gezicht schoongemaakt. En opnieuw die crème opgenomen. Nu is er natuurlijk een factor in. Ik ben wel tevreden over de crème. Ik heb het idee dat mijn huid er wel wat minder van glimt. Hij voelt in ieder geval super chill. Het zonnetje schijnt. Ik ben lekker vroeg weggegaan naar mijn werk. Ik ga nu onderweg, ben onderweg naar Haag. Ik ga nog met mijn ouders eten. Daarvoor ga ik mijn nagels doen, want dat is echt heel hard nodig. En ik heb een super lekker drankje gehaald. Een nieuwe bij Starbucks. Normaal haal ik nooit zoete drankjes, ook niet bij Starbucks. Maar deze mocht ik laatst proeven toen ik een koffie haalde. En hij was echt zo lekker. Niet romig, niet zoet. Ik hoop hier ook. Met kokos en aardbei. En het zonnetje schijnt helemaal top. Dus ik ga nog even lekker rijden met dit drankje. En ik ben heel benieuwd dit weekend hoe het met mijn pigmentvlekken gaat. Want het ging beter, maar dat komt omdat de zon niet scheen. Dus ik ben nu benieuwd als ik factor gebruik en dus niet meer aan de pil zit. Of ik nou aan het eind van dit weekend minder vlekken heb. We gaan het zien. Echt een tip trouwens om deze te kopen. Het is echt wel een kokosmaak, maar best wel waterig. Helemaal niet romig. Het is gewoon een schuimlaagje. Er zit acai berry in. Siroop, maar niet te zoet. Alleen het is jammer dat er zoveel ijs in zit. En dat je dan dus niet zoveel drinken hebt. Maar als het ijs een beetje erin smelt, is het ook nog lekker. Maar deze is echt heel lekker. Als je net als ik houdt van niet te zoet en niet te romig. Je vingers warm? Oh, ik heb crème een beetje erop. Moet ik dat even wassen? Ja, moet je wassen. Ze zijn wel heel heet. Ze zijn zelfs zweterig. Mijn schoonmoeder is hier nu en ze heeft zich helemaal ingelezen. En ze gaat nu voor mij prikken. Oké. Ga je nu al meteen beginnen? Ja, natuurlijk. Gaan we beginnen.
Hij is toch warm? Ik vind het een beetje eng. Ja, nee. Oh. Maar ben je al klaar om het op te vangen ook? Ja, dat was niks. Oh, als dat was het wel chill. Ik vind het zo erg dat ik niet weet of het lukt. Ik snap niet waarom die... Nou, de schoonmoeder maakt een foutje. Maar waar is dat naaldje dan? Mijn moeder snapte dat dus ook niet waar de naald was. Waar is het naaldje? Deze. Ja. En dan komt het naaldje misschien er. Maar straks mollen we hem. Zit de bovenkant van de... Dus deze moet er, dit moet er vanaf. Wat? Ja, we hebben nog eentje, dus we kunnen er best eentje verzieken. Maar dan hebben we misschien niet genoeg bloed. Ja, dus je mag maar één keer prikken. Ja, nou dan. Huh? Oké. Okay. En dan gaat hij... Dan komt daar zeker de naald uit. Hij heeft nu dit eraf gehaald. Het is gebroken, volgens mij hoort dat. Ja, dat moest, hè? Je staat... Ja, zo werkt het. Moet je eerst de bovenste staafje van de prikpen afdraaien. Draaien? Dit is er afgebeukt. Nou, we kunnen deze opnieuw doen. Nee, eerst die testen. Hier komt denk ik wel naald uit. Oké, en durf je dat op je vinger? Doen we het nog een keer? De zijkant van de prikpennetje zie je uiteindelijk streepjes. Draai het bovenste gedeelte van de prikpen richting de muur. Vang met het buisje. Nou ja. Ja, oké. Nog een keer, durven we? Ja. Dan gaat hij. Ah, dit is zo eng als het niet komt. Deze prikt niet meer. Dus deze gaan we nu doen. Nee, maar straks... Nee, straks gaat hij ook stuk. Draaien, hè? Draaien? Dat bovenste stukje moet er toch af? Nee, ja? Ik voel het niks. Dan denk ik van, het gaat komen en dan komt het niet. Durven we nu? Je nog steeds horen. Hij is zweterig. Oké. Ja, durven we? Is het pijn? Geen idee. Ja! Oh, dat is echt niet erg. Maar dat is niet genoeg en nu hebben we niet genoeg bloed. Hij is veel te klein. Hier gaan we het nooit meer redden. Echt nog veel te weinig. Werkers mee. Hier gaan we nooit genoeg bloed mee krijgen. Kunnen we het gat niet vergroten? Ja, hoe? Nu heb je dus nog een pen nodig, maar die is stuk. Nou, dat is zeker niet heftig, dat... Nee, dat is veel. Ja, het lukt niet. Het gaat niet lukken. Kunnen we niet gewoon met een naald prikken? Een normale naald. Want dit prikt niet meer. Hij komt er nou niet meer uit. Kijk hoe weinig. Ik voelde ook echt geen pijn. Ja. Oké. Okay. Nou, dat zijn dus twee pennetjes die we... Dus je zult eventjes aan haar moeten vragen of ze een nieuw pennetje op wil sturen. Omdat we aan het rotzooien. Maar dan weet ik wel hoe het moet nu. Nou, ja. En dan daarna, waar moet je het bloed dan nu op doen als je het hebt? Dan gaat hij hier, dan zuig je hem hierin op. Hoe zuig je dat dan? Zo, dat gaat vanzelf. Dat gaat vanzelf. Dat komt door het buisje. Dat is echt veel te weinig. Ja, dit doet het niet meer. En als dat dan opgezogen is, dan... Moet volgens mij het buisje eruit. Kan jij of met een mes naald. Je hebt naalden gegeven toen aan ons. Dus een doosje. Oh, dat is natuurlijk kwijt. Alsof. Ja, dat, als je dat kwijt bent. Heb je dat naaldendoosje ergens nu aan? Nee, hè? Het is niet meer zo warm. Oké, we gaan het nu met de normale naald doen. We hebben ons met vodka. Ja? Ga het gewoon proberen. Maar echt? Maar doet dat niet pijn, denk je? Ja, ongetwijfeld. Maar hoe diep moet je dan prikken, weet je dat wel? Nu. Maar ja, we hebben dus best wel veel bloed nodig. Want je hebt dus 4 druppels op dat glaasje. Dat gaat toch nooit lukken? En nog in dat buisje. Jij zou het doen, hè? Nu. Ik zou het doen. En jij? Bij jezelf? Bij mezelf, ja. Bij mezelf, ja. Wel een beetje eng, hè? Ja, het is wel een beetje eng. Oh, ik ben een beetje bezweet. Nee, Mm-hmm. We kunnen het gewoon proberen, lukt het niet. Dan toch gewoon mijn moeder echt zeggen, oh joh, stel je niet zo aan. Zou dat ding erin. Doet dat pijn? Geen idee. La. Je vriend ook echt zo zacht. Dat is echt heel eng. Nee, het werkt niet. Nee, want het deed al pijn en er komt niet eens bloed. Kijk dan, zo weinig bloed. Ja, maar jij trekt je vinger terug. Oh, maar jij doet zo. Maar moet je niet gewoon zo... Nee, laat het maar niet doen. Ik vind het een beetje eng.
We hebben meer bloed waarom nodig. Waarom niet het buisje waarop bloed in zat, die? Ik zou gebukt gaan staan. Echt? Ja. Want er stroomt de bloed een beetje naar beneden. Nou, het is best veel bloed. Dan durf ik het nog wel een keer te prikken, hoor. Ja, hoe ga je dat nou ooit kunnen vullen? Ja, dat weet ik niet. Nou, dat begrijp ik niet. Als jij gewoon blijft bloeden, dan komt het wel. Ik ben niet ongesteld, hè? Ja, maar dit kan toch niet? Kijk nou. Ja, kijk, we krijgen nog meer bloed. Blijf gewoon in je vinger knijpen. Nee, dit gaat niet werken. Ze moeten een nieuwe set opsturen. Dat... Heel raar, hè? Ja, het is te weinig. Veel te weinig. Want het bloed komt niet eens op de bodem. Alsjeblieft. Oh, bedankt. Je kunt hem aanlengen met wodka. Ja. Die alleen of hier? Nee, deze ook. Het ziet er zo lekker uit, jongens, maar ik ga het niet eten. Ik heb deze. Ik ben benieuwd of het lekker is. Cuties! Oh. Waar zijn de zwanenbaby's? Die baby's zijn wel heel schattig. Oh, voor elkaar. Ja, baby's. Het wordt zo'n dag, dit is ik nog niet. Ik wist wel dat. Kijk, de moeder pakt al het eten en dan voert het aan haar baby. Zie je dat? Nou, zie je, die baby's pakken het eten niet, maar de moeder gaat het nu pakken. En dan gaat het nu aan hun geven. Lief, hè? Ik heb net nog twee happen genomen. Hi. Oh, wat mooi. Kijk, vlees. Ik eet het niet. Deze hadden we laten verbranden, maar ik vond hem ook echt niet lekker. Ik had hem al hier vast geproefd. Nou ja, het is gewoon niet boeiend. Het is denk ik alleen lekker als je er echt lekker saus en alles bij doet. Dus nu heb ik deze. Het lag niet meer. Hi. Ja, dat was een heel gezellig weekend. Het is donker. En ik heb met vriendinnetjes afgesproken. Oké, okay, Shanna en Jiminy. Hi. We zijn even naar Spar geweest om eten te halen. Ik heb dit, maar dat was niet van de Spar. Dat had ik nog in mijn hoofd te staan. Deze is zo lekker van Albert Heijn. Dat is echt een tip. Ik vind deze echt geweldig. Verder heb ik niet zoveel te zeggen. Mag ik jou filmen? We zitten heel chill hier in de tuin onder parasol. Is dit een parasol? Zo'n groot ding? Ja, maar je moet anders uit. Oh. Ik had dit net gekocht met korting, maar ik vind hem niet zo heel erg lekker. Nou, ik weet echt niet waarom ik film. Dit is echt totaal niet boeiend. Hier thuis. Jurken weer. Het is jurk aan. Echt chill, want ik ben dus aangekomen, maar ik draag pas nog wel al mijn kleren. Dat is echt heel relaxed. Deze jurk is echt heel chill. Het is nu 7:30. Ik dacht, ik ga nog een beetje met thuis naar huis. Dat is wel heel gezellig. Want ik ben natuurlijk het hele weekend nog niet thuis geweest. En na die 25 meter koeling, dan is hij zo stevig geworden dat we hem op maat kunnen hakken met een hakmes. Oh my god, deze scène van Handmaid's Tale met Moira en June. Als je weet wat ik bedoel, van het nieuwe seizoen. Dit is aflevering 4. Ik heb echt bijna nog nooit zo hard gehuild bij een serie. Wow. Niet normaal. Oké, boodschappen doen op de fiets en natuurlijk de to-go-box ophalen was misschien niet heel handig. En wat dan eigenlijk weer, hè? Kijk, ik was dus net bij de Lidl en ik heb deze weer gekocht. Ik had het op Insta volgens mij alleen gezet, maar deze is heel lekker. Hij heeft maar 5 ingrediënten, echt heel chill. Super lekker is hij. Maar ik dacht ineens, hé, wat is die meng met dit met water? Dus limonade en dit bij elkaar. Lijkt het dan op dat Starbucks drankje? En ja, dit lijkt gewoon precies op dat Starbucks drankje. Gewoon limonade met kokosmelk en dit is dan ook nog melk. Is echt geweldig. Kijk hoe lekker wat ik bij Lidl heb gekocht van de Aziatische Weken. Deze salade. En ze hebben dus voor 1 euro allemaal shots. Er zit wel minder in dan in normale shots. Want hier zit maar 8% gember in. Maar toch vond ik het voor 1 euro echt te leuk. Ginger, carrot, green guts, kurkuma en beets. Nou, ik vind het geweldig. Oh ja, en deze bak was 3,50. 750 gram. Bizar, hè? Ik zit weer te huilen. Sinds ik gestopt ben met de pil moet ik zoveel sneller huilen, volgens mij.
Oh, Rosa Love Island. Zo leuk. Vaak zijn een soort groentesapjes toch heel vies. Ik heb eventjes diegene met echt veel groenten erin geproefd, die Green Guts. Hij was echt goed te doen, er zit iets van kruiden in. Wat zit erin? Oh, er zit ook fruit in. Ja, je ziet het niet als de... Als het drankje eruit is, kan je het niet meer lezen. Dan kan er 100 gram groente in zitten als er 26% appel in zit. That makes no sense. Oh, dit voelt wel chill om toch zo'n shotje binnen te krijgen. Misschien ga ik er wel een keer meer halen dan een keer bijvoorbeeld een week lang tot 12 uur zo'n sapje drinken of zo, weet ik het. Wow, ik heb dus net een Too Good To Go box bij Lidl gehaald en ik heb het net gefilmd, maar ik ben vet enthousiast. Ik heb dus al materiaal voor zeker 3 Too Good To Go on the go video's. Ik ben echt obsessed, maar mijn verslaving is nu een beetje gestopt. Omdat ik echt alles heb getest wat mogelijk is in de buurt. Maar het is trouwens nu 10 uur 's avonds en het is nog zo licht. Ik heb net gefilmd voor deze box. Ik heb gefilmd voor mijn huisvlog en ik vlog nu weer iets. Dat is super verwarrend, want ik film alles met 1 camera en alles komt op 1 computer. En ik moet altijd heel goed kijken welke beelden waarbij horen en zo. Maar goed, oh, het was vandaag de eerste weer echt lekkere zomerse zonnige dag op school. En de kinderen waren ook best wel druk en we hadden CITO. Terwijl kinderen juist helemaal iets hadden van echt in zo'n zomervibe zaten. Dat was niet echt een goede timing, vond ik. En ook lekker bruin, tenminste weer een beetje gekleurd. En nu is het nog licht en dan moet ik al naar bed. En dat is allemaal... Ik heb zin in vakantie. Het is weer tijd om pakketjes weg te brengen. Maar jongens, ik vind deze echt heel erg lekker. Ik weet niet of dit merk bekend staat als goed. Want je hebt echt zoveel verschillen in vegenvlees. Maar ik vind hem echt top. Ik ben helemaal obsessed met het vegenvlees en met kant-en-klare rijst. Zo chill. Gewoon in de pan en het is klaar. Het ziet er echt niet lekker uit dit. Maar ik vind het echt heel erg lekker met oesterzalm erbij. Ik ben in de Kostas. Al die kleuren. Oké, leuk. Ik ben echt op zoek naar een maxi-jurk. Maar hij kost €70. Dat vind ik wel echt heel veel geld. Voor hoe leuk die staat. Echt ideaal. Echt wel wat ik zoek. Een lekker lange jurk. Maar €70 wel echt veel geld, denk ik. En hij is ook vrij zwaar. Dus hij trekt een beetje naar beneden. Waardoor dit riempje niet sterk genoeg is. Dus ik vind hem wel heel leuk. Ik vind hem echt heel leuk eigenlijk. Ik heb dus een jurk aan, dus ik heb geen broek aan, dus ik kan niet lager filmen. Maar het is een kort topje, maar ik kost wel €30. Maar het is wel leuk. Het licht is zo verrot in de paskamer. Ik heb een hele slechte BH aan trouwens. Ik vind het wel leuk, maar niet heel bijzonder of zo. Ja, wel leuk. Dit vind ik niet leuk omdat hij helemaal dicht zit. Nee, dit wordt hem ook niet. Oké, dit is best wel geweldig eigenlijk. Dit is echt wel heel leuk. Kijk hoe cool. Echt neon. Oké, ik had even die riem van die vorige jurk erbij gepakt. Ik dacht, misschien is het leuk. Heel oversized met een riem. Maar denk ik wel te groot. Maar ik vond het zo'n leuk idee. Ik bedoel, kijk even. Nou ja. Maar als ik een maat kleiner neem, is hij weer veel te kort. Check het verschil. 2 maten kleiner. Hoe kort? Dan valt hij dus wel leuk, maar dan vind ik hem weer voor een blouse te lang. Ik vind het wel echt heel leuk. Ik hou zo erg van roze. Maar hij is wel heel stijf. Deze vind ik ook wel heel leuk. Ik weet niet of die kleur echt iets voor mij doet, maar hij staat wel. Hij is niet super kort. Ja, heel leuk. Maar het is wel gewoon echt zo'n simpel polyester blouse. En daar betaal je dan wel best wel veel voor. Vind ik. Maar ik zou dit wel echt dragen. Ik draag heel veel van dit soort dingen altijd in korte broekjes in de zomer. Ik vind het echt heel leuk. Wat kost die? Ja, €40 vind ik echt veel voor zo'n blouse. Toch? En nog meer passen. Dit is wel leuk. Het is dezelfde. Ik vind het echt wel leuk. En het is ook echt iets wat ik zou dragen. Maar dit is al de grootste maat. En ik vind het een beetje net dat ik dit echt wel heel erg leuk vind. Trek net een beetje, jammer. Het is echt super leuk. Ja, ik hou hier gewoon wel, maar het staat echt voor geen meter. Het is veel te zakkerig. Nee. Dit is cute. Oh, dit is leuk. Ik heb een medium iced latte met amandelmelk. En normaal doe ik cold brew, maar ik vind eigenlijk een gewone latte lekkerder dan een cold brew, denk ik. Het is misschien wat minder sterk. Oh my god, hoe kan een mens zo blij zijn? Ik ben al best wel lang op zoek naar goede huishoudelijke hulp en ik kon het nooit vinden. En ik ben echt... Wel goede huishouden, maar alleen niet qua schoonmaken.
Omdat ik daar vooral omdat ik er gewoon geen tijd voor heb. Oh, wacht. Iemand staat hier. Als ik het eenmaal doe, vind ik het echt heerlijk. Maar ik kan er gewoon geen tijd voor vrijmaken. En nu ga ik natuurlijk uit mijn woning. En ik dacht, oké, laatste weekendjes, twee weekendjes met H is het lekker als het even lekker schoon voor ons is. Voor de bezichtiging en voor de oplevering. Dus vroeg ik aan mijn kapster, die echt iedereen kent. Van, weet jij iemand? En toen had ze dus iemand. En ik ging net mijn sleutel naar die vrouw brengen. En ze is echt geweldig. Het is echt de huishoudster waarvan ik dacht dat ze niet meer bestonden. Gewoon echt een vrouw van in de 60. Die al er sinds de kind 4 is schoonmaakt. En nou ja, weet je, gewoon... Dat je gewoon meteen weet, dit is top. Ze zegt, normaal heb ik ook een wachtlijst, maar nu kon het eventjes. Ze vraagt 15 euro per uur, maar ze is echt... Ik zeg, heb je misschien 4 uur nodig? Nee joh, ik werk keihard. En ik echt denk, oh, halleluja, zo blij. Wel, heb ik jou niet eerder gevonden. Dus daar heb ik een heel goed gevoel bij. En dat is echt zo fijn. Even weer lekker een schoon huis. Dus daar ben ik heel blij mee. Dus ik ga nu even mijn best doen om het goed leeg te maken. Ik zei, moet ik alles aan de kant? Moet ik alle losse flesjes weg? Zegt ze, nee joh, dat kan ik toch doen? Ik heb geen polio. Echt zo'n leuk mens. Nou, ik ben helemaal blij dus. En ik heb echt super veel boodschappen bij Lidl gedaan. Ik ben obsessief met de Lidl. Ik zal even laten zien wat ik heb gekocht als ik zo thuis ben. Oké, ik dacht geweldig. Dit soort crackers zijn bij de echte toko best wel prijzig. En dit was 1 euro of zo of 80 cent. Maar ik heb net die geproefd en er zit geen zout op. Dus ik vind het niet zo lekker. Maar met iets erop of met wat zout erbij is het wel lekker. Denk ik. Ik heb Coco Crisp met mango kokoszout. En gewoon kokoszout. Wasabi rijstchips. 2 soorten soep. Dat is nog van de vorige Spaanse week of zo, denk ik. Vegan shawarma. Ik ben helemaal aan het genieten van al het vegan vlees dat ik eet. Vegan spek. Als het gekruid is, is het gewoon zo lekker. Dit is wel vis. Dit is surimi. Die eruit ziet als een garnaal. Die wilde ik wel gaan proberen. Dimsum. Dus vooral met groenten is het. Volgens mij is eentje met garnaal. Maar die moet ik gewoon testen. Deze zijn van de Lidl. Ze kosten volgens mij 2,50. Fruitmix mango papaya lychee. Ook van Vitacia. Vond ik ook heel leuk. En liep hier nou een beest? Eeuw. Groente dumplings. Allemaal, dit is uit de vriezer. Die had ik vorige keer niet gevonden. En dit ook. En nog shiitake. Heel lekker door de wok. En dit heb ik steeds op Insta gedeeld. Maar ik ben helemaal obsessief hiermee. Dit is een mega tip. Het is echt heel lekker. Oh, ik had het ook in mijn vlog gedeeld. En dan heb ik nog al die shotjes. Heel veel. Het heeft echt nog minder smaak dan surimi. Het ziet er leuk uit, maar... qua smaak niet echt een aanrader. Kijk, dit is het. Ik vind het wel echt heel erg plastic verspilling, maar goed. Ik ga ze in mijn stoommandje doen. Cute. Lekker stoom en ik doe er nooit echt bakpapier onder. Is wel beter, maar het maakt niet zo uit. En dit is een soja gemberdip. Kijk, dan gaat het zo. Voilà. En het is dus... gekookte garnaal met pangasius, ballen met wortel en bamboe. De ander is beetroot. Beet gevuld met chopped prawns, jam beans, wood, ear mushrooms en water chestnut. Ook garnaal dus. En de ander is chives, jam beans, white cabbage, carrots en wood ear mushrooms. Dus geen vlees, daar was ik al heel erg blij mee. Zeker vis en 1 keer groenten. Nou, ik ben heel benieuwd. Daar gaan ze. Lekker koken, maar het water kookt eigenlijk nog niet. Ik was trouwens nog in veel meer winkels geweest, maar ik zag echt niks leuks. Ik heb alleen die 2 dingen bij de Costus. Wel heel leuk dat ze dat zo inpakken. Oh, wel heel blij met als ik dit zo zie. Kijk hoe vrolijk. Geweldig toch? Die blouse. En die. Ik had hem nog een maatje groter, maar ik vond het een beetje strak bij mijn armen. En je kunt hem toch strakker knopen. Dus, nou, super leuk deze 2 items. Het was 75 euro, best prijzig. Maar het is ook wel echt heel leuk. Nou, die blouse is geweldig. Je kunt het in je broek dragen of gewoon, vind ik het ook leuk in de zomer, met een kort broekje. Vind ik ook heel leuk, nog zit er niet in. Ja, ik vind hem gewoon echt heel erg tof. Hij is niet, kijk weet je, hij is eigenlijk net een beetje te lang voor een blouse. Maar niet te lang, het kan wel. En ja, ik vind hem gewoon zo geweldig. Hij valt ook echt zo lekker, een beetje zo boyfriend-achtig. En lekker zo'n stijve kraag, maar hij blijft wel openstaan, niet dat hij dicht zit. Dus ik vind hem eigenlijk echt helemaal top. Ik vind trouwens, ik draag deze zo vaak, die ketting van mijn webshop. Dit is van een wat prijzigere collectie, maar het is zo prachtig. Het is met echt goud. Ik vind het wel echt dat je ziet dat het heel chic is, maar goed. Ja, heel blij met Los Blusos. Heel leuk. Echt mooi. Echt wel chic. Nou, echt 2 super aankopen. Kijk, hij is iets beter bij mijn armen. Hij is misschien wat losjes, maar het kan prima. Ik ken ook niemand die dat heeft. Ik vind het echt heel leuk.
voor Koningsdag. Nee, ik heb helemaal niks met oranje, maar zo vind ik het wel echt een hele leuke kleur. Blokjes, ik hou eigenlijk super erg van blokjes. Dat zie je niet zo vaak meer. Leuk toch? Echt mooi allemaal hoor. Ik bedoel, het is duurder. Ik vind het wel ook allemaal heel leuk. Nou, de items die ik heb gekozen vind ik ook wel echt heel leuk. En wat daar hing eigenlijk ook wel. En in andere winkels was ik behoorlijk teleurgesteld. Echt, de H&M vond ik echt troep. En de Zara vond ik niet leuk. En nou, ik ben in heel veel winkels geweest. Oh, kijk hoe bruin je lijkt. Heel mooi dit. Oeps. Ik heb het te lang gedaan of zo. Bij die andere doe ik het altijd heel lang. Of ik had het wel op papier moeten doen. Maar dit gaat niet goed. Mijn schuld. Ik krijg dit ook niet eruit. Bij die andere lukt het altijd gewoon. Ik heb hier een vulling zonder deeg van de garnaal. Heel lekker. Veel meer knoflook dan die ik bij de toko haal. Dat vind ik erg lekker. Nu dat groene. Ja, dat smaakt echt naar groente. Ik proef er geen dimsum meer in, maar de smaak is goed. Groentebal. En dan nu dit. Super lekker. Ik had het gewoon beter in de gaten moeten houden, maar het smaakt echt lekker. Zeker net zo lekker als die ik al bij de toko hou. Ik meen het. Goeie. Lekker sausje ook. Oké, poging 2, want ik vond het zo lekker dat ik dit gewoon als avondeten doe. Er zitten dus verse stukjes knoflook in en de soort van rauwe, net gekookte knoflook. Het is super lekker. Ik heb het nu wel met papier en ik ga het goed in de gaten houden. Maar ik vind het misschien wel lekkerder dan die van de toko. Wow. En ik heb dus zoveel sausjes gekocht bij de toko en altijd nam ik alleen maar sweet chili omdat ik het allemaal niet lekker vond. En dit soja gember zo lekker. Dus dat ga ik ook echt zoeken. Het is echt, voor mij zit er ook wat olie door. Niet normaal lekker. Nou, dit is beter. Het ziet er alsnog goor uit omdat het alsnog misschien iets te lang is. Maar ik weet gewoon niet hoe lang het moet. En doordat er allemaal saus onder ligt. Maar dit is zo chill. Want bij de toko zit er vet veel rijstdeeg omheen. En bij deze niet. Dus nou ja, ik ben fan.